Maar Giet, wat een wedstrijd, maar wat een verschil ook tussen de eerste en de tweede helft. De eerste helft slaagden jullie er uitstekend in om die drie mannen voorin te bereiken en dat leidde tot gevaar. Ja, dat klopt. De eerste helft, vooral het eerste kwartier, denk ik, hadden we heel veel dreiging. En ik denk ook dat je eigenlijk ook gewoon die derde moet maken. En misschien de vierde ook nog wel. Ja, en dan is die wedstrijd beslist. Maar zij komen terug tot 2-1. Ik denk dat Matthijs Jessen ook nog een gigantische kans krijgt om de 3-1 te maken. En die 2-2 die valt volgens mij via een been van ons tussen. En die jongen, misschien moet de keeper nog iets eerder uitkomen. En die valt ertussen en het is 2-2. Had nog wel een paar andere kansen, hè? Laten we eerlijk zijn. Want de tweede helft was wel een ander beeld dan de eerste helft. Wat mij vooral opviel is dat jullie eigenlijk maar heel weinig nog, misschien met uitzondering van de laatste minuten, echt speldenprikken konden uitdelen. Ja, klopt. Ik denk ook dat we heel veel hadden gegeven. En dat Katwijk op in de kleedkamer op een donder hadden gekregen dat ze volle bak eruit moeten komen. En dan zie je dat als het 2-1 wordt, dan krijgen zij geloof erin. En wij, omdat we staan natuurlijk ook onderaan, gaat het vertrouwen een beetje weg. En dan, maar ik ben blij dat we alsnog de 2-2 hebben kunnen vasthouden. En dan nog hier op het eind kan Tommy ook nog de 3-2 maken. Dus het was een wedstrijd met die allebei de kant op kon. Het was ook een echte vechtwedstrijd, hè? Sterker nog, je was op een gegeven moment letterlijk aan het vechten met de fysiotherapeut van Katwijk. Dat heb ik zelden gezien. Wat was er nou aan de hand? Ja, het was niet vechten. Ik wil nog in de laatste minuut proberen om nog iets te forceren. En volgens mij had hij de bal vast en ik die omweg en een opstootje. Dat hoort bij voetbal toch? Niks aan de hand. Oké, okay. Gouden punt, conclusie? Ik denk dat er toch wel meer in had gezeten achteraf. En, maar een punt voor ons is ook elke wedstrijd is belangrijk voor ons en een punt is ook meegenomen. Maar ik denk als je het spelbeeld ziet en toch over en weer kansen. Maar ik denk toch dat we met een overwinning misschien dat het toch wel terecht was geweest.